We hebben op zich een verschillende aanpak naar commercialisatie toe in Europa ten opzichte van Azië. Omdat we in Europa, of waar we hier gestart zijn, zitten we door heel de keten of zitten we in heel de keten aanwezig. Zowel op vlak van fabrikant, distributie als service niveau. Dat is niet te doen, of dat is op dit ogenblik voor ons niet realistisch om dat te gaan doen in Azië zelf. Waarom? Dat heeft te maken met het feit, ja, je zit met regelgeving, je zit met taalbarrières, je zit met cultuurbarrières. Commercieel heb je weinig barrières, dat is dan het voordeel van het verhaal. Dus in dat opzicht is onze aanpak niet hetzelfde. We hebben ervoor gekozen om, als het op Azië komt, te zeggen van kijk, we werken enkel met partners die aanwezig zijn en die een sterke positie hebben in de markt. Op die manier kunnen zij een heel groot stuk coveren wat dat taal, cultuur, regel en wetgeving en dergelijke, want dat is hun core business, dat kennen ze. En anderzijds kunnen zij genieten van het feit dat ze nieuw, innovatief, technologie gedreven en ergens een Europees kwaliteitsmerk in huis halen. Want dat blijft wel een heel belangrijk op vlak van technologie in Azië. En op die manier kun je terug een win-win voor elkaar betekenen en dat ook op die manier gaan uitspelen. Maar wij zitten zelf, ja, als het op een serviceverhaal, facilitair verhaal, dat gaan wij niet uitrollen in Azië, omdat is voor ons dat is niet te managen van hier. Zelfs een distributieverhaal, dat op zich is al moeilijk, omdat het, ja, wij zijn niet op de hoogte van de lokale wet en regelgeving. Maar op fabrikantenniveau is hij natuurlijk perfect om daarmee in de zee te gaan. Een toilet is echt een cultuur. Onze technologie werkt perfect op de Europese modellen. En in China zijn dat eigenlijk compleet andere. Dan moeten we wel even nadenken van hoe moeten we dat hier gaan doen. Dus de cultuur van het toiletten op zich alleen al was zeer bijzonder. In de States hebben ze totaal andere modellen, die op totaal andere manier flushen dan de Europese. Die hebben ook totaal andere normen. Dus wij kunnen een toilet van hier, van urinoir van hier, kunnen wij niet naar ginder kopiëren, want de norm houdt dat tegen. Dus wij zijn nu een urinoir aan het maken in China om dan naar de States te exporteren. Via een grote Amerikaanse speler, want dat is nog iets, in de States als Europeaan iets gaan verkopen, dan moet al heel goed in de schoenen staan. Nee, je moet eigenlijk een Amerikaan koopt van een Amerikaan, dus je moet dat via een Amerikaan ook verkopen. Dat hebben we daar wel geleerd. In Europa speelt dat zo geen rol. In China kopen ze graag van Europa, want er hangt zo'n soort kwaliteitsgeurtje aan. Dus dat is goed, dus dat is een troef daar. In de States niet, dat kun je niet doen. Keramiek is heel cultureel bepaald. En we kijken een beetje naar van welke markt is het. En dan proberen we de keramiek aan te kopen die eigenlijk geschikt is voor die markt. Om een voorbeeld te geven, de keramiek in de States wordt heel veel gemaakt. Keramiek voor de States wordt heel veel gemaakt in China. Terwijl de Europese keramiek komt meer uit Turkije of Spanje. Of Hongarije. En daar passen wij ons een beetje aan. Wat ik vooral merkte van het begin is dat technologisch gezien is er een ontzettende voorliefde in Azië voor technologie die hier in Europa veel minder hebt. Hier in Europa, als je met iets nieuws komt en het is technologisch, dan gaan mensen zeer, zeer argwanend kijken. En dat is de cultuur die je veel minder ziet in Azië. Dus mensen zijn veel meer een hands-on approach en gaan technologie omarmen. En als dat blijkt niet goed te werken, dan gaan die dat aan de kant schuiven. Maar als dat blijkt wel te werken, dan gaan die dat opnemen en dan gaan die dat eigenlijk veel sneller opnemen. Iedereen wil innovator zijn in Europa, maar niemand wil zijn vingers verbranden. En in China, dan zeg je, kom, we doen dat, punt. En zij bekijken, de Chinese bedrijven bekijken nu meer als een partner om samen vooruit te gaan. Nu, als het niet lukt, ze zullen de rap laten vallen, daar ben ik zeker van. Maar als het wel lukt, dan is het ook voor de long term. Dat is een heel andere manier van samenwerken, dat is samen vooruit gaan. En wij worden ook door dat groot bedrijf, HCG, we worden door dat groot bedrijf als partner naar buiten gebracht. En in Azië
Is het voor hen heel belangrijk dat er een merk aanwezig is? Is het belangrijk dat er een schoon verpakking rond het product is? Is het belangrijk dat technologie is? Is het belangrijk dat het hier gemaakt wordt en dat het voor kwaliteit staat? En op die manier vrij snel te weten gekomen dat ons merk koppelen aan hun product of hun bestaande product, dat voor hen een toegevoegde waarde is.